Vorige week heeft u bekendgemaakt, er is een aannemer gevonden voor dat nieuwe indoor sportcentrum. Ter vervanging van, nou ja, onder meer de 5 meihal. Maar ja, terwijl de bouw van dat nieuwe sportcentrum plaatsvindt, dan is de 5 meihal er nog. En daarna is hij ook niet gelijk plat. Blijft hij dan heel lang leeg staan? Nou, er is natuurlijk een plan gemaakt, ook al in de raad besloten, het kaderbesluit, Telderskade. En daarvoor is voorzien dat op die plek woningbouw komt. In de logistiek van al die projecten hebben we nu eerst het Leonardo wat klaar is. Dan komt straks het indoor sportcentrum. Ja, en dan komt in principe gaan de activiteiten uit de 5 mei al gaan naar het indoor sportcentrum. Dat is ook precies de bedoeling van deze exercitie. Want we willen graag een moderne sportaccommodatie in plaats van nu inmiddels bijna meer dan 40 jaar oude hal. Dat betekent ook dat de programmering van de sport gaat van de 5 meihal en de 3 oktoberhal gaat naar het indoor sportcentrum. Wil je dan vervolgens die 5 meihal behouden, in ieder geval tijdelijk, en ik begreep dat GroenLinks dat graag wil. Ja, dat clubs dan tegen een gereduceerd tarief daar nog even terecht kunnen. Ja, dat lijkt me nou een minder goed idee, want daarmee ga je eigenlijk de exploitatie van je nieuwe hal meteen ondergraven. Want eigenlijk ga je dan zeggen tegen vereniging, kijk, een mooie nieuwe hal, maar je kan ook in de oude hal blijven voor een kwart van het geld of zo. Dat is niet slim, exploitatietechnisch, want zo'n sporthal moet je beheren, daar zijn budgetten voor, maar die gaan natuurlijk over van de 5 meihal naar het indoor sportcentrum. Dus structureel wil je zo'n situatie niet hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat je 1 of 2 jaar met nog niet gaat slopen omdat het plan nog niet klaar is voor de Telderskade. En dan kan je misschien kijken, kun je daar andere soorten sporten, die niet conflicteren met je programmering voor het ISC, kun je die dan in de 5 meihal kwijt? En kun je dat in ieder geval, en dan, dat vond ik wel het charmante aan het idee, dat je in ieder geval probeert om mensen in beweging te houden als er toch nog plek is. Maar dan moet je wel ook daar de exploitatie kosten, want dan moet het ook veilig zijn en dan moet je er ook kunnen blijven sporten. Dan moet er toezicht zijn. Ja, daar moet je dan ook wel geld voor willen allokeren als gemeenteraad.